Welkom allemaal en ontzettend fijn dat u kijkt naar onze theatervoorstelling Exposed. De afgelopen maanden deden de Bali Live Journalism samen met AT5 onderzoek naar online seksuele intimidatie onder jongeren. Nog nooit eerder kregen we zoveel reacties van slachtoffers en daders. En we zijn geschrokken van hun ervaringen. De online leefwereld lijkt vanzelfsprekend voor jongeren. Maar voor ouders, docenten en gewone Amsterdammers is dit probleem nog grotendeels onzichtbaar. En de voorstelling waar u zo naar gaat kijken is gebaseerd op waargebeurde verhalen van slachtoffers waarvan hun beelden ongewenst zijn verspreid. En vervolgens zijn ze jarenlang gepest, bedreigd en vernederd. En velen in hun omgeving keken weg. En daarom is het belangrijk dat u vanavond wel kijkt. Ik wens u een hele fijne voorstelling. We gaan zo het nagesprek in dat u heeft gekeken naar een voorstelling die gebaseerd is op verhalen die wij de afgelopen 5 maanden hebben verzameld. Dus ik denk dat ook nog een mooi moment is. Ik weet dat er veel mensen meekijken om te benadrukken hoe moedig we dat vonden dat al die mensen dat met ons wilden delen. En ik hoop dat ze zien dat we op zo'n manier hun verhaal verteld hebben. Sarah, u zag haar in het openingsfilmpje, zei al dat het soms makkelijk is om weg te kijken, maar dat het goed is dat we wel kijken. En dat is ook de reden waarom mensen dit aan ons vertelden. Omdat ze de hoop hadden dat veel mensen zouden zien wat hun verhaal is. En dat hebben we op deze manier gedaan. We gaan zo doorpraten met burgemeester Femke Halsema. En aan het eind daarvan is er ook nog ruimte voor wat vragen uit het publiek. Dus denkt u daar vooral over na. Nog even goed om te zeggen, mijn naam is Tim Wagenmakers. Zodat u denkt, wie staat daar opeens en wat doet hij? Ik ben onderdeel van Live Journalism, de onderzoeksredactie die dit heeft gemaakt. Samen met Luc, Gatol, Zara, Jaël en... Ik weet niet welke naam ik nou allemaal genoemd heb, maar een groot Cecile van AT5. Ja, tuurlijk. En voor nu zou ik heel graag naar voren willen vragen de burgemeester van Amsterdam, burgemeester Femke Halsema. Ja, burgemeester Halsema, fijn dat u er bent. Dank en complimenten. Ja, en het is ook een moment dat ik het gevoel had van we moeten even ademhalen na zo'n half uur. Omdat het aan de ene kant als een mokerslag binnenkomt. En aan de andere kant we ook zien dat we hier nog 20 avonden hadden kunnen maken met 20 verschillende verhalen. Als u als burgemeester nou hiernaar kijkt, wat is dan een hele open vraag, maar toch even. Het eerste wat in u opkomt of is blijven hangen, waar u aan moest, ja, waar u misschien toch naartoe ging als u hiernaar luistert als burgemeester. Nou, ik zat het me te realiseren, want ik ken inderdaad heel veel verhalen van slachtoffers. Heb er veel ontmoet de afgelopen jaren. Maar de manier waarop jullie dat verbeeld hebben, was echt heel knap. Het eerste wat bij mij opkomt, het is een diepe woede. Het is echt, ik ben er zo ongelooflijk boos over. Kijk, dit is niets nieuws. Het is vrouwenhaat. Het is gewoon in de grond... klaar. Ik bedoel, het richt zich af en toe ook tegen jongens. Ja. Vooral rondom afpersing. Ja, en ook tegen jonge homoseksuelen. Ja. Dus het is niet exclusief gericht tegen meisjes, maar wel in... ik ben opgegroeid in Enschede in de jaren 80 en toen werden meisjes niet vriendelijk behandeld en waren de oordelen. Maar de schaal waarop dit plaatsvindt, de heftigheid waarmee het plaatsvindt, de mate waarin het zich ook op minderjarige meisjes richt, is een gigantisch maatschappelijk probleem. En met alle lieve hulpverlening, alles wat we proberen, is natuurlijk daarachter schuil gaat echt een cultureel probleem. En ik vind dat we dat veel harder moeten benoemen. En als u cultureel probleem benoemt, wat benoemt u dan? Dat het vrouwelijk lichaam vies is. Dat seksualiteit van jonge meisjes vies wordt gemaakt. Dat ze daar chantabel op staan. Koopwaar van wordt gemaakt. Ja, ja. Dat het in de gunstigste gevallen meisjes beklemt in hun vrije seksuele ontwikkeling. In het gunstigste geval. Omdat je je hebt te gedragen naar, laten we zeggen, ofwel het oordeel kankerhoer. Slet. Ofwel... dat je dan aan de schoonheidsnormen voldoet. En daartussen beweeg je. En dat is in het gunstigste geval. En in het slechtste geval wordt gewoon je toekomst verziekt. Ja. En er zijn natuurlijk twee elementen... Terwijl je niks doet, hè? Nee. Echt helemaal niks. Dus je kunt er twee kanten op. We kunnen het hebben over concrete maatregelen. Wat kunnen we nou doen? En aan de andere kant proef ik ook
dat we als stad misschien wat tekort zijn geschoten in onze moraal eigenlijk rondom seksualiteit? Ja, ik heb het bij AT5 inmiddels, hè, want jullie hebben samen echt een prachtig project, heb ik het ook al gezegd, is je... Ik dacht, toen ik opgroeide, Enschede nogmaals, werd er nog wel tegen meisjes gezegd, je moet ook geen kort rokje dragen. Ik dacht dat we die tijd echt wel heel erg lang voorbij waren. Dat meisjes, vrouwen mede verantwoordelijk werden gemaakt voor de intimidatie en de aanranding waaronder ze lijden. Maar op Instagram, op TikTok, is het volstrekt normaal om tegen meiden te zeggen... ja, maar je had er ook niet naakt op een foto moeten gaan staan. Of je had toch ook niet dit, of je had toch ook niet dat. Dus... meiden worden mede verantwoordelijk gemaakt voor de misdrijven die er tegen ze worden gepleegd. Dat is een moreel probleem. En dat is ook echt heel ernstig. Ik zat me ook te realiseren, het kwam ook omdat jullie dat zo scherp formuleerden. Dat is natuurlijk dat een meisje die een foto van zichzelf maakt, naakt, het verwijt van kinderporno krijgt. Dat is gewoon het criminaliseren van seksualiteit. Dat is echt heel erg. Nou, dat is nog een element, want als je kijkt naar meisjes die meerderjarig zijn... Jullie zien wel dat ik er wel een beetje boos over ben. Nee, ik ben er echt boos over, ja. Dat meisjes of jongens die meerderjarig zijn... Daar zijn de mogelijkheden groter. Omdat op het moment dat iemand minderjarig is... dan kom je in het domein van kinderporno... dan kom je in het domein van dat bijvoorbeeld politieagenten... er niet naar kunnen handelen. Want ja, als je op het moment dat je daarnaar kijkt... ben je natuurlijk eigenlijk al strafbaar. En de politie mag er misschien nog iets meer... maar hulporganisaties bijvoorbeeld, die worstelen daarmee. Dus eigenlijk de kwetsbaarste groep is dubbel kwetsbaar... omdat dat er zo ophangt. Ja, maar hier gebeurt natuurlijk iets heel geks. Hier zie je dat de aangescherpte moraal ten aanzien van kinderporno... en daarvan denk ik dat dat ook terecht is geweest... die staat slachtofferbescherming in de weg. En dat kan niet de bedoeling zijn. En dan zul je toch opnieuw naar de wetgeving moeten kijken... en dan zul je ervoor moeten zorgen dat die zo precies is... dat je daar waar er sprake is van kinderporno... en dan gaat het toch niet volgens mij om foto's die je van jezelf hebt... wel kan optreden, maar dat... en jongens, meiden die foto's van zichzelf willen maken, bloot... die dat gewoon moeten kunnen doen... want je moet ze juist niet in de sfeer van verdenking brengen. Je wil juist dat dat veilig moet kunnen... En je moet ervoor zorgen dat er wel effectieve slachtofferbescherming moet kunnen worden geboden. Want dat is wel een ding als wij mensen spraken over ons onderzoek en vertelden. En we vroegen mensen op de man af, wat adviseer jij jouw kind nou? He, ja. Dan zeggen mensen, helemaal waar, het is ontzettend schokkend. Het ligt natuurlijk niet aan het kind. Maar aan de andere kant zagen we ook wel dat daar een reactie op komt. Dat mensen zeggen, maar ik ga wel tegen mijn kinderen zeggen ja, dat dit nou niet wijs, de bedoeling wees is. Wees voorzichtig. Ja. Nee, maar dat snap ik. Ik bedoel, ik durf niet ervoor in te staan dat ik in het verleden tegen mijn eigen kind zoiets heb gezegd. Maar eigenlijk is het natuurlijk per definitie verkeerd. Ik weet, laatst hoorde ik een volwassen man tegen een jong meisje zeggen... en daar was ik echt door ontroerd. Een meisje eigenlijk in een vergelijkbare situatie en die volwassen man... oudere man, die zei tegen dat meisje... je hebt niets fout gedaan. Je hebt echt helemaal niets fout gedaan. En je hoeft je nergens over te schamen. Het enige waar jij last van hebt, is nieuwsgierigheid. En ik denk dat we heel veel van dit soort volwassen mannen en vrouwen nodig hebben... die dat tegen jonge meiden en jongens zeggen. Er is ook wel, want wij zaten een beetje terug te zoeken... met eigenlijk de eerste burgemeester van Amsterdam... die er is al veel, denk ik, moties, veel plannen zijn er geweest om intimidatie aan te pakken. Straatintimidatie vaak veel ook gericht op daders. U heeft eigenlijk, als ik het zo zie, een omslag gemaakt om ook de kwetsbare meisjes te versterken en daarin stappen te zetten. Tegelijkertijd is dat ook iets waarvan mensen vaak zeggen, dat is, even heel plat gezegd, soft. Dat is, dan ga je... meiden in hun kracht zeggen, je gaat netwerken bouwen... maar ondertussen moet je gewoon vooral keihard handhaven op wat er gebeurt. Het is natuurlijk niet of-of, het is in principe en-en. Ja. Maar op wat voor manier kunnen we daarin nou stappen zetten? Want u bent ermee begonnen, dat is iets van de lange adem... wat eigenlijk over uw burgemeesterschap heen moet gaan. Dat moet een weefsel zijn in de stad van vrouwen die elkaar steunen... misschien die oudere mannen die vrouwen weer steunen... Hoe bouwen we daar op een manier aan? Want het lijkt soms ook, er zijn heel veel hulporganisaties... maar er is veel versnipperd, er is veel kennis versnipperd. Iedereen, heel veel mensen doen een stap naar voren... maar niet iedereen weet dat van elkaar. Hoe kunnen we daar nou echt een stap in zetten? Dat is een hele grote vraag. Ja, nee, je begon met iets anders en eigenlijk wilde ik daarop reageren... Ja, begint u daarmee. Dan weet ik het niet meer. Ja.
Soft. En toen zag ik u kijken, daar gaan we weer. Oh ja, ja. Nee, maar eigenlijk gaf je zelf het antwoord al, het is niet of-of. Ja. Er moet vervolgd worden. We hebben veroordelingen nodig. We hebben veel meer veroordelingen nodig. Omdat er namelijk wel degelijk ook de gedachte moet ontstaan dat het chanteren van een meisje met haar seksualiteit strafbaar is. En absoluut niet kan. Dat is één. Twee, toen... Ik werd eigenlijk vanuit de raad gevraagd om meer aandacht te besteden aan straatintimidatie. En daar verdiepte ik me dus in, maar kwam eigenlijk, en dit is inmiddels 2 jaar geleden, al heel snel tot de conclusie dat dat ook een heel groot probleem is. Maar in aantallen mogelijk niet in verhouding staat tot wat zich op dit moment op internet en op social media voordoet. Dus toen heb ik de aandacht verlegd. Toen ben ik daar mezelf... We hadden een heel beperkt bedrag. We konden niet van alles gaan doen. Maar toen heb ik ook eens uit laten zoeken hoeveel geld er eigenlijk naar jongens gaat. In deze stad gaat er via de top 600, de top 400, jeugd- en jongerenwerk, 70% van de financiering voor jongeren gaat naar jongens. Je mag toch aannemen dat er ook seksuele opvoeding in zit. Ja, ja. En ik dacht, nou zijn we een keer aan bod. En dan zorg ik wel dat de bedragen die we daarvoor hebben exclusief naar meisjes gaan. Naar hun weerbaarheid, naar hun opvang, naar slachtofferzorg, naar onderlinge solidariteit. Ik bedoel, wat we ook maar kunnen. Me realiserend dat ze niet het probleem zijn, maar dat wel, laten we zeggen, versterking van de onderlinge solidariteit, de weg vinden naar hulp, het weghalen van het taboe, ook tussen moeders en dochters of vaders en dochters, echt ongelooflijk belangrijk is om werkelijk stappen te kunnen gaan zetten. We hebben in deze voorstelling een aantal mensen videoboodschappen zien doen en dat zijn allemaal mensen die een stap naar voren zetten op dit dossier. Of het nou Cindy Schultz van de politie is of Ferrai als docent. En tegelijkertijd is de dingen waar wij het meest van geschrokken zijn, denk ik, is dat op het moment dat mensen hun verhaal vertelden, dan is er altijd het eerste contact dat iemand naar buiten treedt. Het moment dat iemand wel een keer iemand vertrouwt, of wel naar de politie stapt, of een docent. En nou, bijvoorbeeld als ze naar het onderwijs gaan, ik weet dat Cupido geeft voorlichting op 30 scholen, maar er zijn nog heel veel scholen waar op dat moment de kennis niet aanwezig is om hier adequaat mee om te gaan. Nou ja, mijn antwoord is daarop ja en nee. Ik kan me voorstellen dat dit typische verschijnsel, een moderne verschijnsel, onbekend is. Maar ik heb ook het gevoel dat het soms gebruikt wordt om verlegenheid met een heel oud verschijnsel van intimidatie, van vrouwelijke seksualiteit te verhullen. Want ik denk eigenlijk, of je nou leraar bent of politieagent of wie dan ook, misschien is de verschijningsvorm ervan nieuw. Maar het verschijnsel zelf niet. En daarvoor hoef je geen pakketten aangereikt te krijgen om toch gewoon af en toe je poot stijf te houden en te zeggen, Weet je, ik weet van een Amsterdamse school waar toch de meisjes in de zomer werd gezegd dat ze beter geen korte rokjes konden dragen omdat de jongens daar niet goed tegen konden. Kijk, hier gaat iets heel fundamenteels mis. Dat is echt heel slecht voor hoe jonge vrouwen in onze stad zich kunnen ontwikkelen. Maar een stad gaat natuurlijk niet over het onderwijscurriculum. Tegelijkertijd voel ik Ik bedoel dus iets anders te zeggen. Ze kunnen het al. Kijk, en daarmee spreek ik politie aan, gemeenteambtenaren, mezelf, onderwijzers. Natuurlijk, je moet begrijpen hoe social media werkt, hoe zich dat verspreidt, wat sexting is, hoe daar de onderdrukkingsmechanismes in werken. Maar je hoeft niet speciale cursussen te hebben gevolgd om te weten en altijd te kunnen en te moeten zeggen, poten af van onze meisjes. En laat ze vrij. Ja. En als die basis, als die gevoeld wordt en naar voren gestapt wordt. Soms heb ik het gevoel, en dat heeft ook te maken met een naar mij in een idee vrij harde en ook redelijk seksistische straatcultuur. Waarin het heel gewoon is dat meisjes voor bitch worden uitgemaakt. Ja. Heel sterk, natuurlijk ook onder invloed van vloggers, internationale social media. Heel erg als koopwaar beoordeeld worden. Waardoor wel die moraal ten aanzien van de seksualiteit aan het schuiven is. Ja. En het slechtste antwoord op deze vorm van intimidatie, dat is preutsheid. Ja. U kunt veel doen, maar online is helaas niet aan gemeentegrenzen gebonden.
Een van de dingen die u voorstelt is bijvoorbeeld, als we dan richting de daders kijken, is om te gaan onderzoeken of een online gebiedsverbod een mogelijkheid is. Om eigenlijk te zeggen, nou ja, welke vorm moet dat hebben? Want eigenlijk is dat een term, maar daarbinnen, hè, wat gaan we doen? Willen we mensen verbieden om op Telegram te gaan, om zich in de buurt van slachtoffers online te bewegen? Wat is het belangrijkste wat u daarmee zou willen? Het is eigenlijk precies hetzelfde als een gewoon huisverbod, straatverbod. Dat is dat je eigenlijk nooit meer het adres van iemand die je geïntimideerd hebt of bedreigd hebt mag aanklikken of mag. Maar kijk, we zijn het aan het onderzoeken. Want terwijl ik het zeg, realiseren jullie waarschijnlijk ook al hoe ongelooflijk ingewikkeld dat is. Hè, om het op te sporen, te vervolgen, te handhaven. Ja. Dus we zijn nog lang niet zover. Dus het is... het is heel ingewikkeld om, laten we zeggen, de handhaving van de straat te verplaatsen. En die is al ingewikkeld. Dat is ook vaak he said, she said, weet je. Dus het is ook al heel lastig. Maar om die te verplaatsen naar het internet is ongelooflijk ingewikkeld. En dat betekent ook dat we echt niet ons alleen op het strafrecht kunnen gaan verlaten. Omdat dat, zeker in dit geval, aan het eind komt. En we het echt zullen moeten hebben van het gezamenlijk opstaan tegen deze vorm van de intimidatie. Maar dan heeft u in zekere zin ook het Rijk nodig. Of, Nou, bijvoorbeeld rond zo'n gebiedsverbod, dan hebben wij ook wel, weet ik veel, wij bellen dan ook een woordvoerder van Grapperhaus en zeggen, goh, wat vindt u daarvan? En die zegt, nou, ik ben benieuwd hoe het in Amsterdam gaat. Dan denk ik, dat is mooi, dan mag u pionieren op dat gebied en het Rijk wacht of het lukt of niet. Dat is mijn parafraas. Ja, maar dat vind ik nou helemaal niet erg, hoor, in dit geval. Maar zou je niet meer verwachten daarin? Want ik uiteindelijk online is dat zo groot dat dan is Amsterdam ook een grote kiezel in de vijver. Ja, maar als we eerlijk zijn, wat het ongelooflijk ingewikkelde is bij wetgeving ten aanzien van social media en internet, is dat het heel moeilijk is om wetgeving te maken die zich specifiek richt op strafrecht, seksuele intimidatie enzovoort. Want we raken er ook altijd dissidenten mee. We raken er altijd de politieke vrijheden mee. De vrijheid van meningsuiting. En daarom is het Rijk en iedereen ook heel erg aan het worstelen. En daar wordt natuurlijk ook heel erg misbruik van gemaakt. Kijk, een online straatverbod, dat valt binnen je handhavingsmogelijkheden. Dat is geen wetgeving. Dus als we eruit komen, als wij een soort formule kunnen vinden, en daar zitten allemaal juristen nu op te studeren, waarin dat zou kunnen. Ja, dan zou het kunnen dat wij lokaal iets kunnen ontwikkelen dat je misschien... Maar dan nog is maar de vraag hoe effectief het zal zijn. Ik leg nu alles op uw bord. Hè. Ik zeg nu wat gaat u. Maar tegelijkertijd is dit wel een van de prioriteiten die u heeft gesteld. We moeten hier echt iets aan doen. En ook in die aanpak intimidatie is dat online element waanzinnig belangrijk. Wat is nou het belangrijkste waarvan u... Ja, we zoeken toch naar een soort van, hoe noem je dat, doorzettings... om iets door te breken hierin. Om iets van een stap te doen waarvan we zeggen, ja, we komen ergens hierin. We komen ergens in dat doorbreken van die soort van verpreutste moraal die we in de stad zien. Wat heeft u nodig? Wat zou u willen? Kijk, wij doen een heleboel dingen tegelijkertijd. Wij hebben buddy-netwerken opgericht. Ja. Dat doen we, dat is onder de campagnetitel Jij staat niet alleen. Maar hadden we wel onmiddellijk het probleem dat de buddies in Rotten van 10 klaar stonden. Ik bedoel, echt vrouwen uit de hele stad, ze wilden allemaal helpen. Maar het bereiken van de meiden de stap laten zetten om ook dat te vertrouwen, blijkt ongelooflijk moeilijk. We hebben de Phoenix Sisters, die je even in beeld zag, die ook ervaringsdeskundig heel goed weten hoe bij die meiden te komen, hebben we ook benaderd. We hebben een programma opgezet, dat is eigenlijk het zusje van de top 600 en dan voor slachtoffers, en dat heet Rosa. En dat betekent eigenlijk dat wij meiden die echt zwaar slachtoffer zijn, die ook uitgestoten worden thuis. Ik ken heel veel verhalen van meiden die als gevolg daarvan dakloos zijn geworden. En die echt nergens meer naartoe kunnen. Maar die bijvoorbeeld ook niet naar de daklozenopvang kunnen, omdat de sfeer daar ook voor jonge meiden niet altijd even plezierig is. Dus die komen dan echt helemaal klem te zitten. En die krijgen, net zoals in de top 600 daders dat krijgen, krijgen zelfs slachtoffers een regisseur. Nou, wat we dus proberen is een heel net om meiden, vrouwen en nogmaals, kan ook om jongens gaan, heen te leggen om ze beter te beschermen. We hopen ook dat je daarmee met buddy-netwerken toch culturele verandering in je stad. Ja. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk op de straat terechtkomen. Moet je in de straatcultuur, in de populaire cultuur, via vloggers, daar zul je de discussie moeten gaan voeren. Want nogmaals, weet je, doorbraken in het strafrecht, ik denk, en
de bewijslast ligt moeilijk. En dan heb je er een aantal. Maar daarmee heb je nog niet alles veranderd. Maar we zullen dus toch in grote getalen op moeten staan om eigenlijk die seksuele moraal en die cultuur waarin intimidatie en het criminaliseren van de seksualiteit van vrouwen en van meiden, die moeten wij ter discussie gaan stellen. Ja. Voert u daarover ook gesprekken met de politie? Ja, zeker. Cindy bijvoorbeeld. Cindy is echt een voorbeeld. De agenten die je zag. Ja, voor agenten die... Want dat is natuurlijk... Ik snap in zekere zin wel dat er soms een soort van wantrouwen is. Van, er is weer een nieuw project gestart. Ik word gevraagd om me aan te melden. Ik word gevraagd om mijn verhaal te delen. Maar ja, wat gebeurt er vervolgens? Want ik ben ook al naar de politie geweest. En daar heb ik geen Cindy gehad. Maar iemand anders die... Nou, bijvoorbeeld, dat gebeurt heel vaak, dan moet iemand met een mannelijke agent praten. Ja, dat voelt dan al niet veilig als je al een hoop hebt meegemaakt. Dus soms ontstaat het gevoel dat mensen van hot naar her worden gebracht. En dat wantrouwen, dat moeten we ook overwinnen daarin. Ja, kijk, wat mij betreft wordt er de komende tijd alleen in onze best wel druk bezochte en onder druk staande stad... met schaarse politie en veel prioriteiten is het gewoon af en toe ingewikkeld. Is het gewoon lastig schaken. Maar uiteindelijk... Kijk, vroeger hadden we zedenpolitie. Ik ben er niet een voorstander van, omdat we... We hebben net juist specialismes afgeschaft om te zorgen dat het allemaal naar de wijkteams... Maar de kennis die bij zeden zit, moet eigenlijk ook wel heel goed aanwezig zijn bij agenten. En ik denk dat veel agenten, dat je niet moet onderschatten... dat ze wel degelijk ook aan de kant van slachtoffers willen staan. Maar dat ze ook heel vaak hebben gezien dat de slachtoffers heel erg beschadigd raken in de loop van vervolging. En uiteindelijk als ze bij de rechter. Dus eigenlijk in de hele strafrechtsketen van opsporing, vervolging tot rechterlijk oordeel moet daar een veel grotere sensitiviteit ten aanzien van slachtofferschap ontstaan. En zou het een optie zijn om als gemeente te helpen met het verwijderen van beeldmateriaal? Er zijn veel voorbeelden die we kennen van mensen die naar commerciële bedrijfjes gaan. Die doen goed werk, maar ja, daar moet je ook... toevallig een van de voorbeelden was haar werkgever, die betaalde dat. En die kunnen dan redelijk helpen om beelden onvindbaar te maken. Maar dat is best een route, want de politie doet het niet. Je kunt doorverwezen worden naar andere organisaties. Maar ja, het moet eraf. Je voelt het en het moet snel gebeuren. Ja, ik kan me voorstellen dat je, en daar zouden wij ook eens naar moeten kijken, of dat een route zou kunnen zijn. Hè? Dus echt beelden die tegen de zin zijn gemaakt, want het moet er niet toe leiden dat ook gewoon vrijwillig gemaakte beelden verdwijnen, want die met instemming ergens staan. Ja, we zouden dat eens moeten nagaan, in welke mate dat kan. En je hebt natuurlijk wel met een aantal, laten we zeggen, commerciële giganten te maken. Ja. Spreekt u die? We mogen het, we zijn geen NPO, maar dat Facebook. Zei iemand vorige week ook al tegen me, dat het wel tijd is om daar eens mee te gaan praten. Dus met de TikToks, de Instagrams, om toch eens te kijken of je daar gewoon misschien niet... Ja, toch een paar afspraken mee kan maken. Nou, eind deze maand hebben we een gesprek met Facebook en een Europarlementariër. Dus misschien dat we daar nog even verslag van moeten sturen. Ja, zal ik doen. Misschien, want dan wil ik ook naar de zaal. Als ik u eigenlijk in alles hoor, dan zijn er een aantal concrete stappen die u wilt zetten om mensen hulp te bieden. Er zijn dingen die u onderzoekt om toch ook die handhaving. Maar eigenlijk wilt u de stad een beetje mentaal bewegen naar de kern van hoe we kijken naar vrouwelijk lichaam, naar seksualiteit, naar opvoeding. Want eigenlijk zegt u bijvoorbeeld in het onderwijs, daar als we echt terug naar de kern gaan en denken wat voor stad willen we zijn, op wat voor manier willen we dat kinderen opvoeden, dan hebben we eigenlijk heel veel kennis al. Nou, weet je, ik bedoel, wij zijn de stad van de grote emancipatiebewegingen. Van de enorme vrijheid in de jaren 60, 70, 80. We hebben ook wel wat te verliezen. En ik wil dus helemaal niet dat wij de ontwikkeling maken naar een stad waarin langzaam maar zeker bloot ook identiek wordt aan vies. Nee, helemaal niet. Nee. We hebben toch ook altijd wel veel plezier gehad om een stad waarin juist de grote mate van vrijheid kan. Ik bedoel, in de gay culture is het ook heel belangrijk geweest dat je je kon laten zien. Dus daar wil je helemaal niet van af. Je wil alleen dat vrouwen daar gelijkelijk en vrij deel aan kunnen hebben. Zijn er mensen uit het publiek die zeggen, ik heb nog een vraag, een opmerking, ben nieuwsgierig naar iets? Ik zie hiervoor, zie ik toevallig de Phoenix Sisters zitten in de zaal. Vraag of ze even haar gedicht wil voordragen.
Nou, eigenlijk wat ik opmerking wil zeggen over dus beeldmateriaal online laten verwijderen. Er is een organisatie waarbij wij ook close contact mee hebben, genaamd LeakServe. En het is een commercieel bedrijf, maar zij kunnen dus al het beeldmateriaal wat jij van het internet af wil hebben, kunnen zij eraf halen. En dat doen ze dan nu in vorm van abonnement. Dus ze zijn continu bezig met eraf halen. Als het weer opnieuw gepost wordt. Dus ik denk dat het iets heel moois is om naar te kijken. En er ligt ook al een voorstel bij Tess hierover die we hebben ingediend ook. Omdat LeakServe ook heeft aangegeven, ze willen heel graag met gemeentes werken. Ja, nee, heel goed. Er wordt hier meteen iets uitvergaderd. Dat lijkt me heel goed om stappen. Ze willen echt heel graag met overheden en gemeenten. We hebben al een voorstel ook ingediend. En ja, het is wat ik ook hoorde, dat we echt wel voor openstaan. Maar het is allemaal er is zoveel gaande. Je kan ook niet van een project wat eigenlijk anderhalf jaar, februari 2020 is het gestart, kan je nog niet verwachten dat je op al die onderwerpen al zoveel actie onderneemt. Ik denk dat er al heel mooie stappen genomen worden al. Maar het belangrijkste is, er is achterin ook een vraag, misschien kun je daar meteen naartoe lopen, Jael, is dat wat wij horen is dat heel veel mensen vooral het gevoel hebben dat die beelden nooit meer offline kunnen en dat je ze niet weg kan halen. En dat wegnemen zou al enorm helpen. Ja. Mevrouw. Ja, hoi, goeie avond. Mijn naam is Nikki, ik ben van helpwanted.nl. Als aanvulling helpwanted.nl. Dus waar Arda, groetjes van Arda, uiteraard, ze kon helaas niet. als aanvulling even op het stukje leak service en de verwijdering van beeldmateriaal. Wij als Help Wanted zijn trusted flagger bij eigenlijk vrijwel alle social media platforma die er zijn. Dus denk aan een Facebook, denk aan Instagram, denk aan TikTok. En wij verwijderen het beeldmateriaal volledig gratis. Zowel voor slachtoffers als voor wie dan ook. Geen abonnementservice. Alleen wij zoeken niet zelf. Dus wat leak service daarin doet, die gaat echt actief op zoek. Dat doen wij niet. Maar wij zijn er dus echt heel kosteloos voor slachtoffers. Ja, en ik zit even te denken wat je eigenlijk zou moeten doen volgens mij, is eigenlijk dat je vergelijkbaar met een wapeninleveractie, zou je eigenlijk gewoon een beeldmateriaal inleveractie moeten, omdat veel jongeren ook bang zijn dat ze zelf kinderporno. En bij wapeninleveracties is het zo dat je de meest gruwelijke wapens in mag leveren, in principe, zonder daarop vervolgd te worden. Nou, misschien in het kader daarvan is het nog wel zo dat in Denemarken volgens mij zijn er heel veel jongeren vervolgd die in Telegram-groepen beelden aan het rondsturen waren. Is dat iets? Telegram is ook echt een doorn in ons oog, hoor. Want die reageren nooit op geen enkel verwijderverzoek. Dus misschien leuk om toe te lichten. Wij willen met meerdere partijen, ook met een politie en ook met het cybercrime team Sextortion hier in Amsterdam, eigenlijk gaan nemen en shamen van, joh, Telegram, jullie doen niks aan alle meldingen die er komen. Dus we willen heel graag nog even op de lijn komen, ook voor dat onderwerp bij u. Andere vragen, opmerkingen? Daarnaast. En dan gaan we naar die mevrouw daar rechtsachter. Ja. Hoi, mijn naam is Stijn. Ik hoor echt heel veel goede initiatieven, maar het klinkt dat het heel erg veel symptoombestrijding is. Ik vroeg me af, waarom wordt het niet omgedraaid? We hebben een vrijheid van meningsuiting. Waarom hebben wij geen wet vrijheid van seksualiteit? En wat bereiken we daarmee? Dat jij gewoon vrijheid van seksualiteit hebt. Dus als jij, zeg maar, bij wijze van spreken zelf jouw foto wil versturen waarin jij naakt staat, dan is dat helemaal aan jou. Maar als iemand jou zo beperkt in je seksualiteit door een foto van jou te versturen wat jij niet wil, word jij beperkt in je seksualiteit. Ja, maar kijk, de vrijheid van meningsuiting is natuurlijk een grondrecht. En het klinkt ook alsof jij er een grondrecht van zou willen maken. Ja, prima. Maar eigenlijk hebben we al de integriteit van het menselijk lichaam in onze grondwet vastgelegd. En die komt feitelijk op hetzelfde neer. Ja, laat ik het zo zeggen. Het gaat mij niet eens zozeer echt om de grondwet. Maar het gaat mij ook meer even over het fundamentele punt. Dat jij als vrouw het recht hebt om jouw seksualiteit te uiten hoe jij dat wil. En dat andere mensen dat niet mogen beperken. Dus even boeien over de grondwet of wat dan ook. Maar dat het gewoon heel duidelijk is dat het vrouwenlichaam van vrouwen zelf is. Ja. Maar volgens mij is dat ook de moraal. Ik ben het met je eens. Ja. Dank je. Ik wil naar die mevrouw rechtsachter. Ik zag haar hand omhoog gaan. Ja. Goedenavond. We hebben overigens ook de wet, de zedenwet voor, hè? Die ervoor zorgt dat je je seksualiteit vrij mag uiten. Nee, ik had even een vraag, want ik hoorde u zeggen dat u niet zoveel heil zag in lespakketten. Maar denkt u niet dat als je een cultuurverandering wil bewerkstelligen onder met name jongens, maar ook onder meiden trouwens, dat je dan niet juist in het onderwijs zou moeten beginnen in groep 1 met seksuele vorming en seksuele opvoeding?
Of heb ik dat verkeerd begrepen, die vraag? Je zag me een beetje schudden, hè? In zoverre heb je het verkeerd begrepen dat vanzelfsprekend zijn dat soort lespakketten altijd nuttig. Alleen, ik hoor te vaak zeggen, we hebben er geen lespakketten voor. En dan denk ik altijd, nou weet je jongens, dit is zo elementaire bescherming van vrijheden. Daar heb je geen lespakket voor nodig om toch volgens mij als docent wel altijd dat te kunnen verdedigen. Ja, maar ik denk dan toch ook dat veel docenten en veel professionals ook nog last hebben van zeg maar dingen als victim blaming. Dat ze daar eigenlijk niet zo goed van op de hoogte zijn dat ze dat doen en hoe ze dat doen. Ja, ja, en ik denk eigenlijk dat docenten best wel wat lesjes zouden kunnen gebruiken daarin, hoor. Nou, dan ben ik voor. Oké, goed zo. Er schieten nu allemaal handen omhoog. Ja, nu zijn we. Ik wil eerst even naar Teersa de Fokker. Het gemeenteraadslid had haar hand al een tijdje omhoog. Ja, ik heb gelijk de neiging om iedereen te reageren, maar dat kan niet. Maar ja, kies het belangrijkste punt. Wat ik allereerst wil zeggen, Tim, jij zei net, hè, wat kunnen we doen, wat kunnen we als stad doen? En ik denk het feit dat we het er zoveel over hebben nu, en voor mijn gevoel is het echt sinds 1-2 jaar echt veel meer geworden, is al een stap. Hè. We zeggen al, ja, wat daar gebeurt onder de grond, achter al die schermen die we niet zien, dat is niet oké. En ook van allemaal andere groepen die er misschien niet mee te maken hebben, die zeggen ook, het is niet oké. Dus dat is al een stap die we met z'n allen zetten, denk ik. Het specifieke punt wat ik wel soms denk, en dat is ook iets wat we met z'n allen moeten doen. We jagen de wetten en de kaders die we hier in de offline wereld hebben bedacht, die zijn veel ongrijpbaarder in die gedigitaliseerde samenleving. Ja. En daar lopen we in feite, het is symptoombestrijding, wat jij net zei, maar op een andere manier, denk ik, daar lopen we achteraan. En er zouden eigenlijk op een creatieve andere manier dat moeten ondervangen. Ik weet niet wat het is, maar volgens mij zit daar ook iets van de kern. Ja, ja, ja. Eigenlijk moeten we eerst, zijn we nog bezig social media überhaupt op een goede manier invulling te geven in ons leven? Wat ja, willen kijk, we? En ondertussen, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoor, iemand als Teersa daar naar kijkt. Maar wat jullie suggereren, hè, dat meiden bijvoorbeeld enorm gaan helpen om beelden offline te halen. Dat overal aan te bieden. Dat is eigenlijk een soort lik op stuk is het. Hè? Ik denk misschien moeten we daarin gaan zoeken. We zouden als stad een grote opruimactie moeten doen. Ja, zoiets. Ja, en volgens mij moeten we die wetgeving dat je zelf dader bent, dat is echt absurd. Die moet eruit. Ja, ja, ja. Dat vind ik echt. Oh, daar word ik zo boos om. Ik zag een mevrouw naast u, die wilde ook nog een vraag stellen. En dan gaan we een beetje richting de afronding. Ja, hoi. Mijn naam is Irene en ik zit onderwijs. En ik zou toch ook nog even willen reageren. Kijk, ik heb naar aanleiding van dat ik werd gebeld als vertrouwenspersoon, en ik ben trouwens kunstdocent, wel in gesprek gegaan met veel leerlingen bij mij op school. En ja, het is wel dat zij zeggen, ja, wij kennen wel jongens die hebben filmpjes. Ja, nee, ja, ik ken ook nog wel een meisje die had dit. Ik zeg, en hoe komt het dan dat je dat niet vertelt? Ja, gaan we toch niet vertellen op school. Mevrouw, dat zijn twee hele andere werelden. Dat gaan we niet delen met docenten. Dus het is niet zo ontzettend makkelijk als docent om hier helemaal, jongens, klas, we gaan nu het hebben over sexting. Wij werken samen met Cupido en zij hebben dan een speciale groep voor jongens en een groep voor meiden. En de trainers die komen dan van buiten. En dat is soms toch wel fijn dat je tegen een vreemde de dingen kan zeggen in veiligheid. Dan tegen je docent Duits die morgen een toets gaat geven. En daarom denk ik toch wel dat zo'n instantie als Cupido zo ontzettend belangrijk is. Ja. Mag ik misschien, want dan kunnen we in één keer erop reageren. Ik zag achterin Verrij, docent, ook haar hand opsteken. Dan kunnen we even het onderwijs blokje verzamelen misschien. Verrij? Hi, goedenavond. Ik heb mijn leerlingen trouwens meegenomen. Die hebben er ook van genoten. Ik heb een leerling die een vraag heeft, want er wordt natuurlijk altijd heel veel over het onderwijs gepraat. En ik vind zelf persoonlijk dat we ook eigenlijk met de leerlingen zelf in gesprek zouden moeten gaan om te kijken waar de problemen echt liggen. We hebben vooraf ook besproken en je hoort zoveel verhalen loskomen op het moment dat je het onderwerp introduceert. Dus ik ben het gedeeltelijk wel met u eens van een onbekende iemand voor de klas. Maar tegelijkertijd vind ik dat wij ook de betrouwbare docent zouden moeten zijn met wie ze wel in gesprek kunnen gaan en aan wie ze het wel kunnen vertellen. Romee, zij heeft een vraag heel goed voor de burgemeester. Ja. Hi, ik zit zelf op de middelbare school en ik vind dat er
weinig over wordt gesproken. Wat zou u er misschien aan kunnen doen dat er meer leerlingen over het onderwerp te weten kunnen komen? Nou, wij waren net voordat corona begon, waren we begonnen met een tour langs middelbare scholen. En dat vond ik ook best wel schokkend. Een school in Nieuw-West, waar we alleen de meiden hadden uitgenodigd. En wij daarover begonnen te praten. Nou, dat duurde denk ik een uurtje, waarin er alleen maar gegicheld werd. En eigenlijk geen antwoorden. En toen op een gegeven moment kwamen we ze los. En toen vroegen we hoeveel heeft ermee te maken. Nou, ik denk zo'n 80% van de meiden stakken. Dus het is enorm wijdverspreid. Ik ben van plan om na corona weer gewoon al die scholen af te gaan en met die meiden te gaan praten. En ik denk eigenlijk dat heel veel mensen dat moeten doen. Ja, ja. Dank u wel. Ik wil nog 3 vragen doen, maar eerst moeten we even afronden. Want we zijn ook met AT5 en die we hebben een slot tot 20:40 en dat is over een minuut. Ja. Dus wilt u misschien toch nog even als laatste, hè, wat is nou het belangrijkste wat u wilt meenemen het komende jaar, waarvan u zegt, voor mij is dit hierin de angel waar ik verder mee aan de slag ga? Hele grote vraag in 50 seconden. Daar ga ik eens 50 seconden over nadenken. Ja, veel is dan het antwoord, ja. Nou, ik denk dat er echt een beweging op gang moet worden gebracht. Ik denk dat dat het enige antwoord is. En dat moet uit niet alleen uit vrouwen bestaan, ook uit mannen, heel veel leeftijden, waarin intimidatie ter discussie wordt gesteld, maar ook echt onze seksuele vrijheid. Het recht om ons eigen lichaam gewoon, nou ja, om ervan te genieten. Ja, helder. Nou, dat is heel keurig binnen de tijd. Dan gaan we nu bij AT5 in ieder geval afsluiten. Ik zou hier nog wel nog even 3 vragen doen. En ik denk dat we dan met elkaar nog wel een beetje kunnen doorpraten hier of op het terras met een drankje. Ik zag net een aantal vingers in de lucht. Ja, u had hem ook al heel lang in de lucht. En dan komen we even zo naar voren en dan eindigen we hier. Ja, mijn vraag is eigenlijk nu voor jullie. Want jullie hadden het net al, u had het net over dat er een gebrek was aan lespakketten. Over dit onderwerp. Maar ik was benieuwd, wat zouden jullie vinden als dit op jullie school werd gedaan? Ja, ik zou het best wel leuk vinden. Dus ik stel het heel erg informatief. We zijn eruit bij AT5 en meteen is de Maaike. Ja. Ja, zoals ik zei, ik denk dat meer mensen het dan serieus gaan nemen. Want zoals ik het nu zie, is dat niemand het serieus neemt, omdat heel veel mensen het grappig vinden om mensen omlaag te halen. Dus ik denk dat als zo'n workshop op school komt, dat meer mensen het serieus gaan nemen en dat er misschien wat aan dat er iets aan kan. Goeie vraag, dankjewel. Ja, dat lijkt ons, als daar behoefte aan is, ook een erg goed idee, moet ik zeggen. Nog heel kort een vraag ernaast. Ja. Oh, ja. Ja, en ik denk dat als je er over begint te praten, dat leerlingen die het zelf hebben meegemaakt er ook open gaan worden om erover te praten met bijvoorbeeld een vertrouwelijke docent. Ja. Ja, heel goed. Nou, sowieso misschien goed voor jullie om te weten dat de registratie natuurlijk online staat van het stuk. Dus dat die ook nog eventueel misschien in de klas kunnen laten zien of erover praten. Dat zou misschien al een goede stap zijn. Dan wil ik nog 1 keer. Jaël is ondertussen Ja. Ja. Had je ook een vraag of word je nu gedwongen iets te zeggen? Hoe je hier als jongen naar kijkt. Eigenlijk gewoon interessant en dat het eigenlijk meer op basisscholen moet komen. En basisscholen? En middelbare scholen door heel Nederland en gewoon. Ja. Meer beweging. Heel goed, dankjewel. Fijn dat jullie er zijn vanavond ook. Jaël, misschien hiervoor nog even naar Sarah. Weet je wat ik heel erg interessant vind over dat lespakket? En hebben wel voldoende met wat op dit moment dan thema is, social media. Wat ik daar heel graag aan wil toevoegen, zijn 2 dingen. Wat wij zien, wat bij docenten heel goed werkt en ook bij jongere werkers. Ze kunnen iedere jaar geschoold worden. Maar als je het niet, als een thema aanpakt en 1 keer in het jaar of 1 keer in het half jaar daarmee aan de slag gaat, dan gaan we giechelen. Dan vinden we het oncomfortabel. En wat wij eigenlijk altijd adviseren is, er is dagelijks zoveel nieuws hierover. Neem dat soort
momenten als aanleiding aan om het bespreekbaar te maken. Dan laat je ook zien hoe open jij erin staat, hoe je ernaar kijkt. En zo hou je het eigenlijk dialoog altijd gaande. En is een stap dat iemand naar jou toe komt veel kleiner. En het andere stuk is, en daar kan ik me heel erg in vinden in wat u zegt, het is, er zitten zoveel lagen onder. We krijgen heel vaak te horen, we vinden het lastig om überhaupt dit gesprek aan te gaan. Er zit ook schaamte bij docenten, jongerenwerkers, mensen in het algemeen, ook ouders, om dit onderwerp te bespreken. Hmm. Je kan lespakketten maken tot in de oneindigheid, maar als jij er zelf niet comfortabel over bent, dan straal je dat uit. Dat betekent dat mensen ook niet naar je toe komen. En zolang we het als themadagen gaan blijven behandelen, dan gaan we nergens komen. Goeie bijdrage. Er was hiervoor ook nog iemand met een prangende vraag. Ik was eigenlijk heel benieuwd. Ik geef in kerken en moskeeën les met een groep gynaecologen, ook over taboe-onderwerpen. En wat we eigenlijk zien, en ik vind natuurlijk scholen ontzettend belangrijk, maar ligt ook echt een rol voor gemeenschappen en ook religieuze gemeenschappen. Vanuit de religie is er natuurlijk binnen heel veel religies een kader waarbinnen seksualiteit normaal is, vaak het huwelijk. En is het een enorm taboe als kind, als jongere, om dat met je ouders te bespreken of met familie, vrienden en kennissen. En eigenlijk ben ik ook benieuwd of er misschien hier nog ideeën zijn, of vanuit burgemeester Halsema, hoe we deze gemeenschappen nog beter kunnen betrekken om deze taboes te doorbreken, nog los van de scholen. Ja, kijk, wat wij natuurlijk zien is, het probleem is heel breed verspreid. Alle lagen van de bevolking, alle gezinten, alle... maar dat neemt niet weg dat met name jongeren die afkomstig zijn uit een schaamtecultuur de hardste gevolgen ervan ondervinden. Omdat ze er thuis niet over kunnen praten. Of als er wel over wordt gepraat, ze van slachtoffer-dader worden. Zie je wel, je had ook niet, je moet ook niet, je had niet mogen vrijen, je had dit niet gemogen. Ik denk dat, ja, daar ligt nog wel een schone taak in die gemeenschappen. En voor een deel gaat dat natuurlijk ook om het heel langzaam bijstellen van heel traditionele opvattingen. Die soms diep ingebed zijn in religieuze overtuigingen. En ik denk dat we vooral het gesprek daarover moeten voeren. Dat dat nooit mag betekenen dat uiteindelijk slachtoffers heel kwetsbaar worden. Want dat is namelijk wel het effect daarvan. Ja. Maar ik vind dit wel een probleem. Heeft u als gemeente het gevoel dat u daar genoeg zicht op hebt? Want het wil ook niet zichtbaar worden in die zin wat er natuurlijk achter de voordeur gebeurt. Wat het gesprek daar is in een gelovige gemeenschap, daar bent u niet bij. Krijgt u genoeg signalen daarvan door? Of heeft u genoeg ingangen daar om zicht te krijgen? Nou, ik zie bijvoorbeeld wel in een aantal moskeeën zie ik vrouwengroepen opstaan die wel degelijk ook dit gesprek onderling willen voeren en die ook meiden willen beschermen. He, dus je ziet eigenlijk twee dingen, maar je ziet tegelijkertijd, en dat is niet alleen in moskeeën, zie je ook in andere gemeenschappen terug. Bijvoorbeeld in Zuidoost zie je het in een aantal christelijke gemeenschappen ook heel sterk terug. Ja, is dat wat toch overheerst, is dat het probleem ontstaan is omdat het meisje onzedelijk is geweest. Nou, zolang dat het uitgangspunt is, hebben we daar een groot probleem mee. En zullen we dat gesprek en ook gewoon die confrontatie wel aan moeten gaan. Ja. Tot slot, dan is er daar nog een vraag en dan gaan we het zo afronden, denk ik. Luc, ja. Het platform Telegram is even gevallen als een doorn in het oog. En ik vraag me af, wat heeft u als burgemeester nou als sterkste middel om deze app ter verantwoording te roepen? Niks, behalve een goed gesprek, een beroep op een redelijkheid doen, het probleem agenderen. En misschien hebben we iets aardigs in de aanbieding in ruil ervoor. Maar daar zou ik over na moeten denken. Maar wij hebben natuurlijk geen wettelijke bevoegdheden om daar grenzen aan. En Telegram bevindt zich natuurlijk niet binnen onze gemeentegrenzen. Het zijn internationale organisaties. Je zegt het net, ik wil ook met Facebook in gesprek bijvoorbeeld. Ik wil met WhatsApp in gesprek, met Instagram in gesprek. Dit is net zo'n partij, toch? Kun je achter de schermen met hun praten en zeggen, hebben jullie door dat er Amsterdammers dagelijks hier kapot worden gemaakt op jullie Nou, dat gesprek kun je in ieder geval met ze voeren natuurlijk. Maar ik kan niet tegen ze zeggen, nou, als je je nu niet anders gaat gedragen, dan boycotten we je. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Willen we ook niet. Goed, we gaan het denk ik hierbij afronden. Of wilde jij nog wat vragen, Jori? Ja.
als je hier zo naar luistert, hè, dan het is ontzettend mooi dat de burgemeester zich dit aantrekt en het gesprek ook begonnen is, al geagendeerd heeft langer geleden, om te zeggen dat dit is echt een groot probleem. En wij focussen hier nu even naar aanleiding van deze voorstelling op wat een gemeente of wat een burgemeester kan. Maar als ik hier naar luister, dan denk ik eigenlijk, wat kan de gemeenschap? En daar kan de burgemeester ongetwijfeld ook een katalyserende rol in spelen in de gemeente Amsterdam. Maar als je dit zo hoort, dan denk je eigenlijk, wat kan de balie? Dan denk je eigenlijk, wat kunnen de twee universiteiten hier in de stad? We hebben hier een juridisch probleem dat een kind wordt aangesproken op het verspreiden van kinderporno door zichzelf van haar eigen lichaam. Ja, het deugt niet. Dat ziet iedereen. Dat ziet ook de agent die dat moet zeggen. Natuurlijk. Maar daar zit een juridisch kader achter. Er zit een gedachtegang achter die de burgemeester net ook uitlegde. Die verpreutsing en eigenlijk bescherming van kinderporno. Goede gedachte. Maar kunnen de twee universiteiten hier in de stad met juridische faculteiten niet eens een keer even goed uitzoeken hoe we dit moeten veranderen, zodat in de Tweede Kamer even een amendement aangenomen kan worden, hè, over dit aspect van intimidatie van kinderen, die daar, het werd net buitengewoon aangrijpend. Ik kreeg er echt tranen van in mijn ogen. Hier verbeeld hoe je daar komt met je moeder uiteindelijk, die je overwonnen hebt om te vertellen hoe het moet. En godsamme, ja, het spijt me, maar hè, ja. En dan wordt ze naar huis gestuurd met hem. Ze is nog een dader. Ook op meerdere manieren. Dus hoe kan de universiteit hier in Zat, er zijn er twee. Ik bedoel, hebben allebei het voorzitters van college van bestuur, vrouwelijke voorzitters van college van bestuur, die hier echt begaan bij zijn, weet ik van beide. Hoe kan dat? Laten we dat uitzoeken. En het andere, denk ik dan, die Big Tech en Telegram is er daar één van. Barcelona is beroemd geworden door zich uiteen te zetten met een wijze waarop die platformeconomieën van die big tech, de Facebooks en de verhuren van kamers een beetje aangepakt werden, een beetje. En daar kunnen steden een rol in spelen. Maar in feite is natuurlijk eigenlijk de vraag, hoe krijgt een groot fonds een vrij plaats voor elkaar, ja, om te zorgen dat Big Tech moet aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid. Want natuurlijk is het een al-oud probleem van seksisme. Wat even dachten dat het weg was. Niemand zegt toch meer tegenwoordig, het is je eigen schuld, dat korte rokje. Dat is eventjes weg geweest. Nee, het is gewoon in het internet gegaan. Het is keihard versterkt teruggekomen. Ja, dus Big Tech, die moet dit aangaan pakken. Ga hier maar, maak een publiek gesprek hier. Ja, met absoluut. Een aantal tech-giganten. Ik wil er wel bij zijn. Eind deze maand. Want kijk, hoe publieker, hoe beter. Eind deze maand is Facebook hier. Met die Europarlementariërs. Nee, maar het is absoluut waar. Daar moet de gemeenschap, en dan kan de gemeente natuurlijk ook best een rol spelen. Maar het is natuurlijk de allerzwakste in de samenleving wordt keihard aan voorbijgevaren op die platforms. Maar misschien is dat ook wel dan toch ook een beetje de vraag die hieruit dit was. Geen vraag, maar als ik zo bij elkaar denk, fijn dat de burgemeester het aanstelt. En het heeft helemaal gelijk. Het is mooi dat er meer over gepraat wordt. Dat is al winst. Hè? Ja. Maar ja, ik bedoel, hè? dat is nog niet een oplossing natuurlijk. Ik denk dat we allemaal even gaan afblazen en uitblazen. Ik denk wel dat als we dit zo zeggen en die vraag wat kan de gemeenschap is denk ik dan toch de centrale vraag. Ja. En dat is dan misschien ook wel het optimistische uit het onderzoek, dat er op allerlei plekken binnen de politie, maar ook op andere plekken mensen actief bezig zijn dit gesprek te voeren. En volgens mij is dat dan de stichtelijke boodschap daarin, dat we die mensen moeten versterken en eromheen moeten kijken. Ik vond het in ieder geval ontzettend fijn dat u er was. Want daarmee geeft u ook gewicht aan dit thema en de voorstelling. En ik hoop dat veel mensen daarom dit ook zullen zien. En dat we het op die manier kunnen verspreiden. Nou, ik hoop dat jullie het misschien op school nog willen laten zien. Volgens mij moeten we vooral met elkaar gaan napraten. En gaan we het hierbij laten. Dankjewel. Veel dank, burgemeester Halsema. Geef er een warm applaus.